met het doel de Surinaamse samenleving bewust te maken van de mogelijkheden die er zijn binnen social media, is er een STEMIT bijeenkomst georganiseerd door social media expert Jean-Luc van Charante. De bijeenkomst is afgelopen zaterdag gehouden bij het VAT. Er zijn meer social media kanalen dan alleen Facebook, zegt van Charante. STEMIT is een gedecentraliseerd blogging en social media platform dat gekoppeld is aan digitaal of crypto geld. Dit platform is geen eigendom van een bedrijf dat bepaalt wat wel of niet op het platform mag. Je kan er ook geld mee verdienen, legt Van Charante uit. STEMIT is dus een platform waarbij heel gericht je eigenlijk wordt betaald voor de content die je plaatst of de content die je cureert. Dus als jij goede content van andere mensen waardeert, dan kan je daar ook geld mee verdienen. Is er een bepaalde training ervoor nodig of kan je gewoon starten? Ik denk dat je gewoon kan starten. Natuurlijk heb ik vandaag wel wat tips en tricks meegegeven, zodat men een beeld heeft van, oh, dit houdt het allemaal in. Want als men op het kanaal gaat en verwacht dat ze elke dag met $50 naar huis gaan, dan is dat dus helemaal misplaatst. Het is een social media platform, dus je moet echt ook met mensen interactie hebben. Je moet ook met mensen gewoon connecten, net zoals je op een Facebook of op een Twitter of op een YouTube of een Instagram of Pinterest of Snapchat zou doen. Je moet echt ook interactie hebben met de mensen. En als je interactie hebt met mensen die wat groter zijn op het platform dan jou en die jou waarderen en je content goed vinden, dan kan je er dus wat geld mee verdienen. Van Charante zegt verder dat STEMIT een mogelijkheid kan zijn voor een ieder die een extra bron van inkomen wilt hebben. Wel moet jij verstand hebben van cryptogeld. Je moet ook in bezit zijn van een buitenlandse bankrekening of een manier om aan je geld te komen. Volgens Jean-Luc van Charante, social media expert, was de STEMIT bijeenkomst die afgelopen zaterdag gehouden is een succes.